Iets volwassener zou je kunnen zeggen, maar nog altijd qua jongens. Hun vierde album Slapeloze Nacht is vandaag verschenen. Een reden voor een feestje dat vanavond gevierd gaat worden in een chockvol Paradiso. Nieuwe single van Opposites heet Op een Level. Een gigantische Opposites-fan duurde veel te lang voordat het nieuws uitkwam. Dit is erg lekker. Ja, en Ralf die zegt lekker hoor, maar betekent dit nu dan echt het einde van de Opposites? Uiteindelijk win je dan de popprijs. En daarna zijn de Opposites eigenlijk al heel snel van het podium verdwenen. Dat zal een gemis zijn. Ja. Maar gaat het goed met Willempie? Ik denk dat ik er toen nog niet eens zo mee bezig was met wat het inhield om een hoofdrol te spelen in een film. Pas later werd ik heel erg onzeker en begon ik me te beseffen dat je een film gaat dragen. Op het moment dat ik dacht, er zit een interessante film in, het verhaal van een voetballer die aan matchfixing moet gaan doen en het drama wat erachter schuilt, dan is je tweede gedachte, of in ieder geval mijn tweede gedachte, van ja, wie moet dat dan spelen? Want welke Nederlandse acteur zou ik dat zien doen? En toen kwam eigenlijk direct Willem bij me op. Dat ik dacht, ja, Willem in een voetbalshirt, ik geloof het. En toen heb ik hem gezegd, Willem, ik heb deze film in mijn hoofd. Het is nog niks, maar jij zit erin. En ik zie jou gewoon als Jermaine Slachter. Toen zei hij meteen, ja, vet, laten we dat gaan doen. En ik kan niet voetballen, maar we vinden wel een manier om dat te gaan doen. Toen zei ik, oké, dan ga jij leren voetballen. En dan gaan wij dit project ontwikkelen. Mijn affiniteit met voetbal was dit. Dit, nul. We zijn gewoon gaan trainen. We zijn gewoon heel veel balcontrole gaan doen. Uiteindelijk heb ik langer dan een jaar, misschien bijna wel anderhalf jaar, voetbaltraining gehad. Waarin ik echt constant dezelfde soort oefeningen heb gedaan. En op een gegeven moment steeds meer dingen ging verfijnen. Dingen sneller kon doen. Balhandeling werd sneller. En ik werd me ook van bewust dat ik gewoon 26 jaar voetbalervaring mis. Dat moest ik in één keer aanleren. Dat was super frustrerend. In het begin heeft hij heel erg dat hij zo ging staan. Dat hij heel erg hoog ging met trappen van de high kick van het kickboksen. Dat hebben we de eerste 2 maanden, daar hebben we heel veel aandacht aan besteed. Dat hij leert om als een voetballer te trappen en dat hij het kickboksmotoriek even weglaat. Er zijn gewoon heel veel verhalen van voetballers waar de carrière toch een donkere kant op is gegaan. Zo ook Glenn Helder, die ook een rol speelt in een film en ook een rol heeft gespeeld in de begeleiding naar de film toe. Is al beter en nou zonder boog gooien. Want als jij je lichaam goed gebruikt, gaat die kracht vanuit je armen en je schouders gaat vanuit zelf komen. Ja. Maar om jezelf makkelijk te maken, is gewoon kijk hier. Snap je? Kijk eens op je voorvoetjes. Op maar wat deed ik dan? Jij stond zo. Oké, kom maar. Oké. Ja, goed, goed jongen. Hij was heel erg gefocust op wat is je lichaamshouding, wat is je non-verbale communicatie op het moment dat je op het veld staat. Daar heb ik heel veel van geleerd. Hier, ja, door, kom maar. Op het moment dat jij na die pion gaat of na een oefening en je moet afwerken, dan lijkt het of jij gaat nadenken in je hoofd. Terwijl je moet niet nadenken, want je hebt al bewezen dat je kan. Dus dan kom je ook niet meer, bijvoorbeeld wat jij zegt, ja, ik kom op mijn hak. Nee, je moet door die fucking boom daar lopen, klerenaap. Jezus Christus. En door. Boom. Goed hoor, Willem. Ik doe nog net niet zo. Maar wat jij gepresteerd hebt, schitterend. Goed. Mensen, gaan wij een keertje repeteren. Heel fijn. Misschien moet je hem gewoon, moet je hem dan meer zeggen van, dat red ik nooit in mijn eentje, man. Hoe wij dat ik dat in mijn eentje kan doen. Ja. Hoe dan? Dat kan wat meer Jermaine nog. Ja. Kijk Len, dit is hem. 12 maart 2014 stond jij hier met Willem deze foto te maken. Dit was een soort sfeerbeeld wat we hebben geschoten toen ik begon met de ontwikkeling van deze film, hier op deze locatie. En nu staan we het na te maken, ruim 3 jaar later. Het is natuurlijk best wel een lang traject geweest tot het uiteindelijke script er lag. Maar we zijn wel in die tussentijd constant bezig geweest met mijn karakter. En toen we wisten, oké, zo wordt de film, zijn we gewoon heel diep gaan praten over wie is die jongen? Waarom doet hij dingen? Waar komt hij vandaan? En toen kwam Monique Hendricks in beeld. Ook omdat ik gewoon niet zoveel ervaring had en omdat ik
wel uitgesproken had dat ik gewoon bang was dat ik niet over een hele film dynamisch genoeg was in het spel. Met haar ben ik nog dieper in gaan zoomen op dat karakter. Hoe heet je? Jermaine Slachter. Hoe oud ben je? 31 jaar. Waar ben je geboren? Ik ben geboren in Nederland. Ergens in een dorpje in de buurt van Leiden. En toen wist ik, ik snap precies bij elke vraag die ze stelt, waarom hij dingen zou doen. En ik snap ook dat hij dingen op een bepaalde manier zegt om misschien wel het anders te laten klinken dan wat hij eigenlijk bedoelt. Wow, Diana. Nice. Ik wil je hebben voor mezelf, want jij laat me voelen als een miljard. Zoek van ik wil kinderen, een huis en een tuin. Diana. Woo! Het echte eerste acteren was Sukkel voor de Liefde video. Het belangrijkste wat Paul toen heeft gezegd, en dat misschien ook nog wel het belangrijkste wat ik nog ook in deze film heb meegenomen. En misschien wel dat toen voor mij het kwartje is gaan vallen van wat acteren kan zijn. Is dat hij zei, je moet niet gaan acteren. En het andere wat hij zei, is ook heel belangrijk, zei je moet gewoon alle schaamte moet even weg. Gewoon even niet denken aan schaamte, niet denken aan hoe je voor die camera staat en dat je er stoer wil uitzien of whatever. Gewoon dat even niet. Gewoon weg. Ja, dat is wel beter toe te ontdekken. Nee, als ik zeg van, kan ik niet... We lezen gewoon op de set, man. Jonkel gewoon. Ja. Zou je komen? We gaan jonkel, man. Ja, precies. Ja, dat is hem. Oké? Jonkel voor live, man. Jonkel is live, man. Zo, heb je dit voor Ashan? Aan... Wow. Ja, ik heb gewoon niet echt een acteerkennis en historie. Dus dit was eigenlijk ook het eerste echt grote ding wat ik ging doen. Weet je, veel videoclips geschoten. Hè, met Fik nog wel een korte film gedaan en een telefilm gedaan. Dus wat betreft wat er gebeurt op een set ben ik wel bekend. Maar nu moet je ook een film dragen en dan sta je daar met allemaal mensen die gewoon mega professioneel zijn. Al meerdere films gedraaid hebben. En dan moet je daar in één keer de star zijn, dat was wel even een ding, maar ik merkte dan al de eerste week misschien dat ik nog niet zeker genoeg ben van mezelf, maar ik merk wel dat ik in het team pas, zeg maar. Ik heb ook nooit echt de ambitie gehad om te acteren. Ik vond het wel interessant, maar ik zag het als een kunstvorm die ik niet ken. Dat kan ik niet. We zijn net aangekomen in Antwerpen. Over 10 minuten komen we aan bij Royal Antwerp. Ik werd vanochtend om 7:30 opgehaald. Ik heb het gevoel alsof ik ging rond 1:00 naar bed. Ik heb het gevoel alsof ik 2:00 geslapen heb. Dus ik denk dat dat allemaal wel een beetje te maken heeft met lichte spanning. Ja. En dat is niet zozeer om het filmen of weet je, voor het acteren. Maar nu is dat gewoon, heeft dat meer te maken met dit worden de eerste voetbalscènes. En dat vind ik wel spannend. Nu komen al die trainingen komen nu op zijn plek en moeten nu blijken of dit het is. Maakt dat je zenuwachtig? Ja, dat maakt me wel een beetje zenuwachtig. Ja. Ook omdat ik gewoon met gasten nu voetbal, die kunnen echt voetballen. Dus het valt nu eerder op of je het niet kan, denk ik. Ik wil me natuurlijk wel gewoon groot houden tegenover die gasten en wel kunnen laten zien van, hey, luister, ik doe het pas iets van 9 of 10 maanden, maar ik heb er wel hard voor gewerkt. Het zou wel fijn zijn als die gasten ook op een gegeven moment het gevoel hebben van, ah, oké, weet je, we zien dat je er echt voor gewerkt hebt. Oef, vet. Heel sick. Ja, ga heerlijk. Lekker. Genieten dit. Deze ziet er zo gruwelijk uit. Nou, het zijn gewoon aardige gasten. Je kan gewoon lekker met ze praten, hebben totaal geen capsones of iets. Dus, Glenn wel een beetje. Zo ook. Ik vind het niet slecht, maar ik wil er 3 totaal zien. En dan moet er eentje moet er dan in de buurt zijn. Snap je? Dus als je, 180, als je gaat darten en je gooit 180, jij mist gewoon het dartbord. Royal Antwerpen is zeg maar 100 jaar geleden gebouwd om deze film te vertellen. Dat is een beetje. Dat is het een beetje. En het lot wil ook dat het gesloopt wordt nadat wij hier gefilmd Precies. hebben. Precies, het is gewoon klaar daarna. We hebben green filmmaking gedaan. Kijk, aangezien dit stadion toch op de schop gaat. Kijk, die plattegrond klopt gewoon niet meer. Dus dacht ik, hey,
Had ik nou maar een groot wit stuk plastic. Aha, green filmmaking. Beter zorg je dat we onze zaakjes op orde hebben voor aankomende zondag. Dat gaat hier doorslikken. Het wordt de transformatie van Germain. Naar Germain. I want to break free. En? Gewoon zo bedoel je. Dus achter je oren. Ja, dit doen we. Germain heeft de laatste wedstrijd verloren en het gaat nu. Ja, dit. Nieuwe spitas van FC Barcas. Al die gasten zijn echt tof. Het is echt tof om met hun, te werken. Ik vind ook echt tof hoe ze meewerken en hoe ze heel enthousiast blijven en hun input geven. Ik ging slapen met een douche en wakker met een ton. Ik vraag me niet hoe vroeger, ik weet dat ik begon. Hey, leuk man. Topgroep. Leuke groep mensen. Maar daarnaast zijn ze ook kwalitatief ook nog een keer goed ook. Dus door die gasten wordt die film ook kwalitatief ook een stuk beter. Of niet? Ja. Qua voetbalniveau kom ik nergens in de buurt van waar zij zitten. Maar ik merk wel met tijdens het draaien, als we bepaalde scènes moeten doen, dan zie je toch al die jongens van, hé, Willem, je kan beter even dit doen. Of hé, doe even zo, dan is het echter. Ja, gaat lekker, hè? Ja, dit is een held, dames en heren. Dit is een held. Dit is een held. Ja, discipline, jongen. Wie is het beter? Ik sowieso. Ik sowieso. Wat zeg jij nou? Oude zo. Want die vrije trappen, dat was ook echt aan het eind van de dag. En Willem was ook wel moe of zo. Dus ik dacht van, ik hoop dat die corners nog wel zijn poten heeft. Want die had echt pijn aan zijn knie. Hij moest spelen als hij pijn had aan zijn knie, maar het gewoon echt pijn aan zijn knie. Die banden, man. Klote, joh. Die was op zich best lekker, toch? Ja, deze was lekker. Een keer, probeer hem niet helemaal door te zwaaien dan, man. Ja. Gewoon niet vol, precies. Van, als je hem vol doet, dan strekt hij dat weer niet. Hier was de knie ook lekker. Snap je? Ja. Maar hij geeft ze wel goed, man, dus ze zijn echt moe. Ah. Ja, je raakt ze wel lekker, man. Ja, toch? Keihard. Ja, goed voetballen, man. Zeker. Ja, het probleem is met altijd met het acting, is dat ik nu al nu ik echt blessures op krijg. Domme, man, ik heb pijn. Ik sta vanaf 10:00 ochtends op kiksen, voetballen, schieten. Mijn tenen zijn kapot, mijn benen zijn kapot, mijn poten, mijn onderrug. Lekker gedaan, ouwe. Ja. Even masseren, vroeg naar bed. We zien elkaar in de sauna. Ik kreeg ook blessures, zoals echte voetballers. Ik heb echt een heftige bovenbeenblessure gehad. Daar ben ik echt wel een tijd voor moeten behandeld worden. Want dat was echt, ik kon gewoon geen bal meer trappen. Ik kon ook niet meer lopen. Nee, dat is zelfs mij bekend. Dat je met dat zwarte ding om te. Ik weet dat het moet. Ja, dat is wel een gevoelig. De finale zomaar in zicht. Zeker als het in de tweede helft in een hoog tempo verder gaat. Younes met de 3-0. Het hadden er wel 7-8 kunnen worden in die wedstrijd. Dat werd het niet. Van Rueda scoorde tegen. Ik ben geen voetbalfan in de zin van dat ik alles volg. Natuurlijk heb ik in het maken van de film ben ik dingen gaan volgen en ben ik dingen gaan kijken. Dus ik heb veel biografieën van voetballers gelezen, veel geschiedenis over het voetbal. En daarnaast heb ik heel veel clubs bezocht om locaties te zoeken natuurlijk. En om dat te doen hebben we gewoon al 10, 15 clubs bezocht. Dus dat helpt je ook om gewoon die sfeer daar te proeven. Te kijken hoe is dat leven eigenlijk op een club. En daarnaast veel wedstrijden bezocht. Waar ik ook dan een soort toegang had, zodat ik in de kleedkamer kon. Of met een soort perskaart. Dan mag je gewoon wel langs het veld staan. En alleen al die ervaring, die levert je zoveel op. Het gaat om de info naar. Hey! Hey! We gaan naar huis! Ja, gaat spelen. Wat speel jij? Wat speel jij? Ewa, wat is deze? Hey, ik hoor alles wat jullie zeggen, pas op. Hey, Justin Bieber hoor ik ben. Justin Bieber.
Justin Bieber. Kijk hoe knap je bent. Ik ben verliefd. Serieus, serieus. Jullie niet. Nee, waarom niet? Kijk maar. Buurvrouw, ik krijg het warm. Hey, kijk eens. Dit is wat wij doen, dit is wat wij acteurs doen. Zitten, wachten, acteren en vrijheid is. Doei! Het moment tussen Naomi en Jermaine, dat vond ik echt wel een heel spannende dag. Waar we ook gewoon bijna al een jaar of zo mee aan het werk waren met hun. Uiteindelijk was het volgens mij 5 uur gedraaid of zo op die scène. Een scène die zoveel dynamiek had, waarin het van woede naar verdriet ging. Het had zoveel punten waar ik me mee bezig moest houden, dat dat zo lastig was om voor mezelf al te zeggen, oké, dit gaan we op deze manier doen. En ondertussen die frustratie en die spanning, die bouwde maar op en die bouwde maar op. En toen moesten we het nog een keer doen. En het is gewoon een bekend ding van mijzelf ook. Hoe meer je het gaat willen, hoe harder je blokkeert. Willem heeft echt heel erg last van zijn rug. Ja, dat is kut. En heeft het zin om even een fysio of iets? Ik denk dat dat heel veel nut heeft, ja. De dag bijvoorbeeld dat we die ruziescène draaiden, toen schoot zijn rug gewoon op slot. En ik denk dat dat voor een heel groot deel mentaal was ook. Gewoon omdat er zat heel veel spanning in zijn lijf. Hij vond ja, toch ook het bewustzijn van ik ben deze film aan het dragen als hoofdpersonage. Oh. Maar dit is wel serieus, hè? Zwemmen en zuren. Ontspannen. Ja? Handen openleggen. Laat die hoofd helemaal hangen. Oké, perfect. Die paarden erin. Een heel belangrijk moment voor zijn personage is die persconferentie in Taiwan. Waar hij gepresenteerd wordt als nieuwe speler van een club, maar waar hij eigenlijk uitgeblust is als personage. En er stond in het script stond geen dialoog daarvoor. Dus in de dagen voordat we naar Taiwan gingen, zat ik te denken van ja, ik moet daar nog wel iets voor schrijven. En het moet echt zijn, maar wat moet hij precies zeggen? Uiteindelijk vond ik een presentatie van Tevez bij een Chinese club. En dat was echt precies wat het moest zijn. Sí, creo que es importante primero armar un equipo y y que todo a pesar de que somos de distintos países y de distinta cultura es importante armar el equipo. Dus ik heb die tekst daar een beetje op gebaseerd en ik heb dat filmpje naar Willem gestuurd. Ik zeg van ja, dit is ongeveer wel wat het moet zijn of zo. I think the chairman will sit here. This chair will remain empty because Jermaine will sit there. And action. En Willem ging zitten en we doen een repetitie. En het is gewoon bijna letterlijk die andere persconferentie. Hij is er zo goed in om dat tot zich te nemen en dat dan te spelen en dat te zijn. Maar niet op een soort manier dat hij het naspeelt, maar dat hij het is. De best Dutch players. Surely will be, well, not was Cruyff, right? Cruyff. Seedorf, I think Seedorf. Seedorf. I like Cruyff much, yeah. Much better. Stan, you know him? Stan. Fullback. Yeah. Yeah, Stan. Tough guy. Yeah, the bald guy. Bouwen in Taiwan is een heel simpel ding. Dat heeft met name te maken met China. En dat het vrij moeilijk is om dit verhaal in China te filmen met corruptie en dat soort dingen. In mijn research heb ik natuurlijk heel veel gelezen over matchfixing. En het komt van allerlei plekken op de wereld. Maar ik vond het inderdaad voor de film en qua look gewoon interessant om die film ergens anders te beginnen. Hier, als je hier kijkt, dan zie je ook netten. Zie je? Zodat je hier niet kunt springen, want dan kom je op dat net terecht. Voor hen is dit een soort van, heeft het bad vibes, dit gebouw. Ik vind het hartstikke mooi. Dit is ook wel flex hier gewoon, dat iemand gewoon schijnend naar binnen is gelopen. Dit is wel een mooie. We zijn hierheen gegaan om de proloog en de epiloog van de film te draaien. Het gaat heel goed, het is echt, ik vind draaien in het buitenland een van de leukste dingen die er is. Elk land heeft altijd zijn eigen manier van werken op een set, waar je dan weer aan moet aanpassen. En ja, het is een soort uitwisseling altijd. Draaien in de wierook, I love it.
We have car number 2 behind the bus. Police car behind number 1. And it would be nice if the bus driver has a red polo. I saw somebody walking towards the bus with a red polo, so that's something we can put on for the bus driver. We hebben even de dag geluk toegewenst. We gaan een pittig dagje doen. Kan ik een hoop misgaan? Stuk gaan. Ik hoorde dat de gevoelstemperatuur 47 graden is. Dat hoorde ik. Ja, op die pier was gewoon, toen ik aankwam 's ochtends, toen was het zo heet. Ik kwam uit die bus. Maar die bus is dan ook airco. Daar heb je dan een half uur ingezeten. Kom net uit je bed uit een airco hotel. En dan was gewoon het verschil was gewoon zo groot. Terwijl het 7 uur 's ochtends was of zo. Jongens, wie hebben we de touw? Ik kom eens onze hoofdrol spelen. Hij zijn 3 keer. Wat de fuck? Willem! 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 Hier! Hier! Oh, oh man. Oh man. Ah. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh. Thanks for saving my body. Victor van Miel. Ja, luistert. Jij bent je er bewust van dat de spelers nu precies aan de andere kant zouden moeten zitten, het merendeel. Maar die Willem zit er niet in, toch? Ja, maar als die gewoon ergens achterin naast een Chinees zit, dan is die wel een outline. Of een silhouet. Tony van Miel. Luistert. We gaan Willem inzetten als AZ. Figurant. Helemaal lekker. Ik doe hem zo lekker. Ik wil hem gewoon direct gebruiken. Gaan we die? Ja, dat zou serieus zijn. Dat zou maar zijn. Mag hij daar gewoon blijven zitten. Mag hij ook op de plek van die andere gaan zitten. Oké, okay, Willem. Jij mag je gebruik op doen. Zo snel kan het gaan in de showbiz. Ja. En nu op schieten. Van de hoofdrolspeler naar figurant in één shot. Vlak voordat we gingen draaien, toen deden we een soort persconferentie. En toen ben ik even teruggegaan naar het allereerste krantenberichtje. Waardoor ik ooit dacht van, hé, hier zit wel een heel interessant verhaal in. Tot mijn verbazing stond het op 7 februari 2012 in de Volkskrant. En het was een verhaal over een jongen uit Kroatië die aan matchfixing was gaan doen en alles kwijt was geraakt. Best wel een getalenteerde voetballer die ook in het team van Kroatië had gespeeld. Bij een club speelde die niet betaalde en toen op een gegeven moment benaderd werd. En dat was gaan doen omdat hij voor zijn gezin moest zorgen en alles kwijtraakte. Ik las dat en op de een of andere manier greep me dat best wel aan of zo, omdat het ging over een voetballer, maar het ging met name over iemand die zijn talent volgt en heel zijn leven denkt van ik word voetballer. En uiteindelijk dat zich tegen hem keert. You're trying to make it look real at some point, but yeah. On the other hand, you're not really trying. Exactly, like yeah. For me personally, I can tell that he's not a player at that level, but I think he's got enough technical ability to pull off what we're trying to do here. He strikes the ball well, his first touch is pretty good, and also huge credit has to go to Sergio, who's worked with him. I understand he spent a long time coaching him, and as Willem explained to me, he said, technically I feel quite comfortable now, but tactically, you know, it's still not there, but that's not important for what he's doing here. Als hij 5 minuten eerder was geweest, hadden we een gesprek over normen en waarden, hè Bjorn? Ja, he's Bjorn in the USA. Dat niveau dus. Het is een ellende. Het is niet, he's Bjorn, he's Bjorn. Ik kom hier niet, ik kom hier precies. Ik krijg hier zo'n tik van. Je bent allemaal in je snoer zitten. En een hand de rust blijft in zijn baard zitten. Dat doe je dan zo af. Laat het naar mij dan. Godverdomme, hand in mijn rust. Kijk er nog eens op. Ja. Staat dat erop? Hij neemt de hap, de rest bewaart in zijn baard. Ons is het korst, hè? Ik kan maar janken. Trouwens, nog moet ik nog even. Ik had er helemaal niet over nagedacht. Je hebt gisteren gewoon 22 takes mee getackled. Ja, Jesus. Ik kan je wel zeggen, mijn lichaam voelt ook als 22 takes. Ik vind het gewoon bewonderenswaardig dat je dat doet zonder ook maar één krimp te geven. Die hele al die 22 takes achter elkaar. Het is ook wel bizar hoeveel energie er in een mens kan zitten. Want het komt altijd, hoe moe je ook een dag ingaat, het komt altijd terug, die energie. Iedereen geeft superveel. Vanuit zijn eigen wereld, dat vind ik zo vet.
Glenn geeft heel veel vanuit wat hij kan brengen. Björn geeft superveel vanuit wat hij brengt. Stijn ook. En Mark Rietman ook. Willem geeft alles. Ja. Ik denk dat je wel veel van met hem kan, maar ik denk dat het ook voor hem fijn is om zo'n rol als eerste rol te spelen. Zeker. Omdat het ergens op een bepaalde manier ook dichtbij staat of zo, denk ik. Ja. In mijn personage zoek ik altijd mensen waar een wereld achter schuil gaat, zonder dat ze dat hoeven te spelen. En Willem heeft dat. En er was een specifieke videoclip waar dat ook heel erg expliciet bleek. We waren met, voor Dom op een Famous waren we in Parijs. En er zat een scène in waar zij meme-spelers moesten spelen. Ik ben de baas en ik vind je aardig dat je kop kan verdienen tussen mijn benen. Willis is de eerlijk, zeg hem zo hard. En ik weet nog dat al die jongens, die hadden zo'n streepjeshirt aan, een patels, een zwarte broek en een wit gesminkt gezicht. Maar Willem bleef gewoon die meme spelen. Die was gewoon die meme spelen. Eén, het was super grappig, maar het was ook gewoon heel goed. En dat was echt het moment dat ik daarnaar keek en dacht, holy shit. Hij is niet alleen maar Willy van de Opposites, maar hij kan ook nog heel veel meer. Ik noem een goede vriend van mij. Zijn naam is Dio, ook wel bekend als Dio. No? En hier hebben we François. François, c'est hallo. C'est quoi ça? Ah, François, c'est Ussel Défilé. Napoleon. Ussel Défilé. Ah. Ons laatste album, waar we allebei echt alles hebben gegeven omdat het hardste album ever te maken en om alleen maar hits te maken. En ja, dat was ook gelukt. Dus we piekten als een gek. En ja, op de een van de andere dag viel het eigenlijk allemaal weg. Twan wilde niet meer en die had zelf gewoon een heleboel dingen waar hij mee te dealen had. Dus was het ook een logisch gevolg voor hem om er even van af te stappen. En nou ja, voor mij viel er op dat moment een heleboel weg. Ik werd in één keer vader, onverwachts. Ik zat in een relatie die destijds nog niet helemaal goed werkte. En ik had ergens nog wel de drive en het gevoel van oké, ik moet iets gaan doen, weet je. Ik moet verder, want anders als het stilvalt, dan ja, wat dan, weet je. Ik heb nog zoveel dingen die ik wil doen. Maar mijn leven destijds vroeg daar niet naar. Ik moest eigenlijk gewoon rust hebben en gewoon me dealen met de situatie zoals die was. En dat deed ik alles behalve. Nou, ik heb wel getwijfeld of ik het wel moest doen. Ook omdat ik ergens dacht, ik kan het niet maken naar Victor toe. Aan de andere kant wist ik ook, als ik dat ga doen, dan is het nog een failure. Weet je, en ik zat al in zo'n negatieve spiraal. Alles was al een soort van, ging niet goed en was al negatief en lukte niet in mijn hoofd. Als ik dat dan doe, dan is dat nog een bevestiging van mezelf. Zo zie je kan het niet. Het lukt je niet. En ik zat ook in mijn hoofd van shit, dat ik een beetje bang was dat na Taiwan, dat ik dan zo een beetje in een gat val of zo. Dat er dan in één keer soort dagelijks, dat ik mijn eigen dingen weer moet gaan regelen. Ja? Dat ik een soort van wel bezig moet blijven om niet een soort van stil te gaan staan voor mijn gevoel. Ben je er bang voor? Ja, daar ben ik wel een beetje bang voor, ja. Omdat ik heb echt gemerkt dat ik de afgelopen twee maanden echt bezig ben geweest. Ook al dagen dat we niet aan het draaien waren, was ik toch bezig met repeteren of met teksten leren. En toch in mijn hoofd heel erg bezig met de dingen doen. Ik merkte ook als we soms langere dagen niks hoefden te doen, als we soms zelfs vier dagen lang rust hadden, dat ik dan kwam ik ook een beetje in een soort van dipje de laatste dag. Van oké, okay, er gebeurt niks, sta stil, ja. Dus dan vind ik het wel eng om zo meteen klaar te zijn met de film. Het lijkt me heel raar om afscheid te nemen van zo'n personage op een gegeven moment. Nou, we hadden het er vanmiddag over. Dat ik dat het sowieso iets is wat je pas na een tijdje, dat ik pas met afstand erop kan gaan zeggen van ah ja, weet je, dit zijn de dingen die ik gedaan heb om hem te worden. Of weet je, dit is de verandering die ik doorgemaakt heb. Ik denk eigenlijk dat het meer gewoon is dat we met Victor gewoon zo goed hebben gesproken over wie hij is en waarom hij dingen doet. En dat karakter zo diep uitgepluist is, dat het zo duidelijk is dat ik het kan inzetten voor bepaalde situaties, zeg maar. Ik ben hem niet geworden, ik heb hem een stukje van mij gegeven. Mm-hmm. Snap je? Mm-hmm.
En daar waar ik het soms linksaf zou gaan, kies ik soms de Jermaine Way. Dan ga ik rechtsaf. Ik voel Jermaine wel. Ik snap hem wel. Misschien is dat het ding dat ik even afstand moet nemen, dat ik op een gegeven moment kan kijken en ik denk, ja, gewoon een domme lul of zo. Tussen dat ik Willem vroeg en dat we uiteindelijk gingen draaien, zat misschien wel 3,5 jaar of zo. Dus toen we uiteindelijk het script hadden, zoals ik dacht, dit is de film, heb ik ook tegen hem gezegd van luister, lees het script nog een keer nu. Deze film staat ook alweer zo lang, dat ik niet meer weet of die beslissing toen je toen maakte, of je die nu ook weer maakt. Dus ik wil je ook nog wel een kans bieden om gewoon tegen mij te zeggen, ja, Fik, ik weet het toch niet. Of misschien wil ik toch iets anders gaan doen. En toen zei hij eigenlijk zonder daarover na te denken, nee, ik kan gewoon niet verder met mijn leven voordat ik deze film heb gemaakt. Ergens was het heel belangrijk voor mij om die film wel te doen. Ook om te bewijzen aan mezelf van je kunt het wel. Ik denk dat ik vroeger de onzekerheid of de twijfel niet in de ogen durfde aan te kijken. Dus overschreeuwde ik het enorm en was ik heel erg zo, ik ga het gewoon doen, fuck it, schijt. Het ging allemaal wel goed en als het niet goed ging, fuck it. En dan had ik altijd nog die stem die kon schreeuwen en die zei, fuck, schijt. Dat ben ik niet meer. Of die stem is niet meer iets waarvan ik denk, daar wil ik me mee identificeren. Het is veel meer nu dat ik me bewust ben van die kwetsbaarheid en dat ik me bewust ben van dat ik sommige dingen ook gewoon echt fucking eng vind. Maar dat ik wel weet dat als ik gewoon mijn best ervoor ga doen, als ik echt het gevoel heb dat het iets van mij is en dat ik er iets in kwijt wil, dan moet ik gewoon gaan zoeken en bereid zijn om ook daar een onzekerheid in te stappen. En er komt vast wel iets uit. Het heeft mij sterker gemaakt in het onzeker zijn.